De wijziging van het wetboek van strafrecht is op dinsdag 28 januari met algemene 32 stemmen door het parlement aangenomen. De wijziging maakt grooming nu ook strafbaar. Grooming houdt in een gedraging waarbij de dader een minderjarige benadert via allerlei digitale contactmogelijkheden en het kind misleidt met seksueel misbruik tot gevolg. Het parlement heeft graag dat voorlichting hierover heel gauw op gang komt. We gaan stemmen over de wethoudende nadere wijziging van het wetboek van strafrecht, GB 1911 nummer 1, zoals laatstelijk gewijzigd bij SB 2017 nummer 85. Artikel 1 woord of stemming. Artikel 2 woord of stemming. Considerans en intitulé woord of stemming. Het gehele ontwerp wordt thans in stemming gebracht zoals gewijzigd. Wie is voor? ...32 voor. Wie is tegen? Geen tegen. Het ontwerp is aangenomen met algemene 32 stemmen. Gefeliciteerd, dubbel gefeliciteerd. De wet is behoorlijk gedragen. En zoals gebruikelijk hebben we natuurlijk de wijzigingen aangebracht. Kleine taaltechnische zaken en verwijzingsfouten die kunnen door de deskundigen worden aangebracht. Dan hebben we dit gehad. We hebben een wet inderdaad binnengekregen om een nieuw soort misdrijf eigenlijk in het wetboek op te nemen, grooming. Waarbij mensen zich online kunnen voordoen anders dan ze zijn. En heel anders dan ze zijn soms, waarbij grote mensen kinderen kunnen worden, mannen, vrouwen en omgekeerd. En de nietsvermoedende, vooral heel jonge mensen, daar dan in trappen en uiteindelijk eindigen met ontmoetingen in de echte wereld die niet goed voor ze aflopen. Zo is het begonnen. Maar we leven in een nieuwe wereld de laatste 10, 15 jaar, met een heleboel andere mogelijkheden. Maar ook een heleboel ontwikkelingen waar wij als mens sociaal vaak nog niet op zijn afgestemd. En vooral onze jonge mensen niet. Er zijn nieuwe regels, er horen ook nieuwe gedragsregels te zijn. Wat er uiteindelijk uit is gekomen, kamerbreed, is dat we nu een wet hebben die voor het eerst, en ik denk misschien in onze landen, in de omgeving, best wel een voorsprong geeft aan Suriname, die voor het eerst regels begint te stellen aan ons gedrag online. Dat je niet meer zonder meer alles wat je maar verzint kan doorsturen, omdat je anoniem achter je computer zit. En dat we beschermd zijn. Dat men niet zomaar meer seksfilm van u op het internet kan zetten, want men gaat worden gestraft. Dat men dat vooral niet voor kinderen kan doen, want men gaat worden gestraft. En dat zijn dingen die van belang zijn. Ik vraag ook aan de Griffie, onze voorlichtingsafdeling, ik vraag aan de regering, om heel vlug te beginnen met voorlichting over dit ontwerp. Het is een van de wetten die heel snel invloed gaat hebben op burgers hun leven en wat ze kunnen doen. Dus er moet een heleboel voorlichting komen. Ik feliciteer de samenleving hiermee. Ik feliciteer het college. Ik bedank de commissie en alle deskundigen. En ook de regering en de deskundigen van de regering die hieraan hebben meegewerkt. Ook ik wil als voorzitter van deze commissie feliciteren. Het parlement, feliciteren de regering, feliciteren de totale Surinaamse samenleving met meer bescherming die we hebben geboden aan onze jonge kinderen, bescherming die we bieden aan de jeugd, aan de toekomst, zij die de toekomst uitmaken, voorzitter. Er is met deze wet heel veel geregeld, wat voornamelijk alleen neerkwam op grooming, is uitgekomen op van valse berichtgeving tot pornografie, tot schokkende beelden, een heleboel dat hier in deze wet aan de orde is geweest, voorzitter. En u heeft het ook al gezegd en dat is wat ik ook wilde onderstrepen. De voorlichtingsmachine gaat overuren moeten draaien. En ik kijk richting de regering voornamelijk, omdat de voorlichting liever vandaag, liever vanavond begint in plaats van morgen. De wet gaat in op de dag nadat die is afgekondigd. Er is geen overgangsregeling genoemd in de wet. Zij die een café houden,
moeten bijvoorbeeld voldoen nu aan verplichtingen om de mensen te registreren die binnenkomen om gebruik te maken van internetdiensten. De mensen moeten dat weten. En om de mensen dat te laten weten, moeten we de voorlichting brengen naar de mensen, naar de samenleving toe. En ik stress voornamelijk dat deel, dat de voorlichting volle uren gaat draaien, overuren gaat draaien. Op volle toeren moeten we gaan voorlichten, voorzitter. Omdat we hier urenlang hebben gewerkt aan een wet waarvan we weten dat het beter is voor Suriname. En het belang van de wet is daar. En we hebben urenlang gediscussieerd over een wet die werkbaar moet zijn in de praktijk. Ik bedank daarbij ook aan iedereen die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van deze wet. De deskundigen over en weer van de Nationale Assemblée als ook van de regering. En ook voornamelijk, voorzitter, heel bijzonder, de feedback die ik persoonlijk als voorzitter van deze commissie heb ontvangen van de verschillende vrienden op Facebook. Ik heb discussies gedeeld en zij hebben dat verder gedeeld. En ik heb feedback ontvangen en dat van valse berichtgeving was voornamelijk uit feedback verkregen uit de samenleving. En we hebben dat meegenomen. Dus ook hun dank ik voor hun hartelijke feedback. Dank u wel. Ook wij hebben de behoefte als medewetgever om alle deskundigen van de wetgever onze dank uit te brengen aan hen, aan hun adres. In ons streven om het onmaatschappelijke in het maatschappelijk verkeer inderdaad ook te kunnen ordenen middels de herziening van het wetboek van strafrecht. En nogmaals, een wetsproduct dat denk ik ons aller zegen moet hebben. Hij is nu goedgekeurd na een aantal sessies van uw college. Nogmaals, we moeten inderdaad blij zijn met deze verrichting, omdat dat hopelijk uiteraard speelt bij elke wet de vraag. Zorg ervoor dat je de voorlichting en de handhaving ook meeneemt. En dat spreekt vanzelf. In feite is dat ons inziens een open deur intrekken. De eerste stap is gemaakt en de volgende stap betekent dat je inderdaad voor dat aspect van de voorlichting en de handhaving ook zorg moet dragen. Nogmaals, we moeten elkaar feliciteren ten dienste van de samenleving. Dank u wel.